Ja, af en toe dan laat ik mijn hoofd een beetje gaan zo over het corona gebeuren. En dan, ja, en dan, ja vrienden, ik gooi het maar even gewoon op, hè. En denk maar een beetje met me mee of dat nou klopt, ja of nee, hoe ik daarover denk. Kijk, die ongevaccineerden, hè. Nou, jullie denken natuurlijk bij jezelf, ja, maar Harry, daar ben jij enorm tegen en jij wil dat iedereen gevaccineerd is en dit en dat. Nee. Zo zit het helemaal niet. Nee. Voor mij mogen ongevaccineerden, die mogen dat gewoon rustig doen. Waarom niet? Als je daar goed over hebt nagedacht en je denkt bij jezelf, ik doe dat niet om wat voor reden dan ook, dan is dat oké. Maar waar ik nou zo teleurgesteld in ben bij de ongevaccineerden. Ja, wat ik nou ook zo jammer vind ook. Dat ze niet stoer zijn. Dat ze niet flink zijn met de beslissing die ze genomen hebben. Hè? Want ze nemen dus een hele stoere beslissing zo van, ja, ik laat me niet vaccineren. Oké, goed, niks mee aan de hand. Maar pak dan ook gewoon de consequenties. Want nou is die discussie over die QR-code, dat gaat maar door en dat houdt niet op. En het is een gepiep en een gemiauw de hele tijd over die QR-code. En ik denk, als je nou die beslissing hebt genomen, wees dan flink ook en sta daar dan achter en ga dan niet meer piepen en miauwen. Zo denk ik daar dan over. Want laten we nou eens even wel zijn. En zo kom ik op dat ik daarover zat na te denken. Stel je nou voor, jij woont in een straat en die hele straat die speelt mee aan die postcode loterij. Nou goed, en de hele straat die koopt een lot. Maar jij als enige koopt dat lot niet. Nou, oké, dat kan je besluiten. De hele straat zegt, ja nee, wij spelen allemaal mee, we kopen allemaal een lot. En jij als enige zegt van, nee, daar heb ik geen zin in. Ik speel niet mee. En wat gebeurt er dan? Dan valt de prijs op jouw straat. Ja. En dan? Ja, dan moet je ook flink zijn en stoer zijn. En, want je weet gewoon, je krijgt geen geld. Nee, want het is niet zo dat die postcode loterij denkt bij zichzelf, dat is ook zielig voor die man. Oh, nou zeg, nee, dan krijgt u ook geld hoor. Nee, dat doe je gewoon niet mee. Nee, en zo moet je dat zien, vrienden. Gewoon, neem de consequenties. En beste ongevaccineerden, wees flink en stoer.